Vorig seizoen werd het 0-0 tussen Cambuur en Helmond Sport. Cambuur uiteraard in de gele shirts op bezoek in Helmond met de eerste kans voor de thuisploeg. Lang aandringen. Uiteindelijk de kans om te schieten voor Ilja van Leerdam. Maar de bal naast het doel van Peter van der Vlag, de keeper van Cambuur. Helmond Sport de betere ploeg, zeker in de eerste helft. En af en toe ook heel makkelijk combinerend. Aardig schot of is het een voorzet? Het hangt er een beetje tussenin. Remakkelen. Gehuurd van RKC met de bewegingen. Maar niemand voor het doel uiteindelijk weten te bereiken. 34ste keer dat deze wedstrijd wordt gespeeld. 16 van de eerdere ontmoetingen werden gewonnen door Helmond Sport. Voorzet. Ja, ja, die gaat er bijna ineens in. Via een van de verdedigers van Cambuur. Kolhof kan moeilijk tevreden zijn met het spel van zijn ploeg. Want als er één ploeg is die de voorsprong verdient, dan is het Helmond Sport. Met hier de diepe bal in de richting van Junquera. Die gaat naar binnen. Legt de bal terug, maar het schot is dan niet best van John Nieuwenburg. Staat weer eens in de basis, Nieuwenburg. Bij Helmond Sport. Lettinga en Paardenkoper er niet bij. Bij Cambuur. Geen Hooiboer en nog belangrijker geen Boua. Die is geblesseerd teruggekomen van het Cameroenese naar het Olympisch elftal. Volgende kans, weer voor Helmond Sport. Nu de bal erg hoog overgeschoten. Wel hard, lekker geraakt. Maar geen werk nog voor Peter van der Vlag. Junquera dan opgevangen. Bal opgepikt door Bruno Roma. Die geeft hem mee. Wat gerommel. Dit zou buitenspel zijn. Appelleert Cambuur. Niet gegeven. Maar een schieten. Nog een schieten. Nou, nog een schieten. Ja, dan zit hij erin. Remakkelen. Nadat Van Leerdam niet weet te scoren. Hij in eerste instantie ook niet. Gaat de bal er toch in. Rare situatie. Met vooral natuurlijk dit moment. Want is dit geen buitenspel? Niet gegeven in ieder geval. En dus mag Van Leerdam door. Mag Remakkelen door. En mag Remakkelen nog een keer door. Ja, en uiteindelijk capituleert ook Peter van der Vlag. Nou ja, hij capituleert. Hij protesteert nog wel even. Chida krijgt bij al die protesten uiteindelijk ook nog de gele kaart. Vlak voor rust gebeurt het. De voorsprong dus wat discutabel, maar wel verdiend. In de tweede helft. Behoorlijke kans, maar slecht ingeschoten. Door El Ghalifi. Poortvliet. Weet dat de voorsprong eigenlijk al wat geruststellender had moeten zijn. Gezien het spelbeeld en gezien de krachtsverhoudingen. Cambuur is eigenlijk nergens. Weer Helmond Sport. Goeie paas. Goed de diepte gezocht, gevonden. Maar Remakkelen schiet voorlangs. Dus blijft de hoop voor Kolhof. Vorige week thuis verlies tegen Go Ahead Eagles. Ook Helmond Sport verloor vorige week met 2-1 van Emmen. Hoge bal moet makkelijk zijn voor Van Westerop. Oh, Van Westerop. Wat een blunder. En dan is het El Ghalifi die scoort. En is het volstrekt onverdiend 1-1. Wat een zeldzame fout toch van Robert van Westerop. Die kan werkelijk alles doen. Kan die bal laten lopen. Ja, hij moet hem natuurlijk gewoon vangen. Maar dit moet hij niet doen. Hij houdt hem binnen en legt de pan klaar voor Rashid El Ghalifi. En dan is het 1-1. Zuur voor Van Westerop. Zuur natuurlijk ook voor Helmond Sport. Want de voorsprong was verdiend. De gelijkmaker niet. Maar daarna is het beste er op een of andere manier wel vanaf bij Helmond Sport. Cambuur komt wat minder in de problemen. Al combineert Helmond Sport zoals hier bij Vlagen toch wel heel aardig. Opening door Nieuwenburg gezocht. Genoeg mensen voor het doel. Ook Nieuwenburg biedt zich aan. Van Leerdam is daar. Het gaat lang zelf en uiteindelijk dan maar het schot. Terwijl Remakkelen en ook Bruno Roma toch wachten op de voorzet. Maar die kwam er niet. Van Leerdam hoog. Opgepikt door Roma. Voor het doel Chida. Daar gaat de bal naartoe. Maar ook knap verdedigd nog. Op het laatste moment. De beste kansen blijven toch voor Helmond Sport. Maar de ploeg scoort te moeilijk. Nog maar eens. Helmond Sport in de aanval. Langzamerhand met de moed der wanhoop. Remakkelen met de voorzet. Habraken, de invaller. Maar die kopt volledig verkeerd in. En zo blijft het bij 1-1. Helmond Sport verspeelt volstrekt onnodig 2 punten thuis tegen Cambuur.